It's all I wanna do. En welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. Vandaag gaan we een keer de free run parcours doen hier op Call of Duty Black Ops 3. Dus we gaan als eerst beginnen met de alpha koers. Dus laten we gaan beginnen gewoon. En als deze video 75 likes gaan halen, dan ga ik gewoon steeds elke week gewoon als tweede video bijvoorbeeld gewoon proberen elk map zo snel mogelijk te completen. Maar we beginnen natuurlijk gewoon met de eerste map vandaag. En dat is de free run map Alpha. Dus mocht deze video natuurlijk even leuk vinden, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt me enorm. Oké, we gaan beginnen. Ik kan natuurlijk al wel wat ervan. Ik ben niet echt heel erg noob. Dus dat moet wel goed komen. Zo slecht ben ik ook weer niet in Black Ops 3. Dus we gaan gewoon proberen om dit heel goed te doen. Zo. Let's go. Chaining movements allows for smooth, continuous motion. Let's go. Dit gaat ook allemaal goed. Moeten we even zorgen dat steeds ons balkje helemaal vol komt. Anders halen we nu misschien deze jump niet, laat me zeggen. Oké, nu moet ik schieten dus. Let's go. Oh, dit is gewoon een B23R. Lol. Oké, moeten we de wal winnen. Het is allemaal geen probleem voor ons, maar misschien dat het ook nog wel eens fout kan gaan. Misschien zal het nog wel fout doen. Maar als 75 likes halen op deze video, dan ga ik volgende week weer proberen steeds een moeilijkere map te doen. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. En dan gaan we elke map proberen te voltooien. Zo, wat een kutwapen is dit. Ik heb een penalty gekregen, wat dan? Wat heb ik fout gedaan dan, Black Ops? Wat heb ik fout gedaan, jongens? Good job. Let's move on to maneuvering in a subaqueous environment. Ik moet zwemmen. Nou, dat hebben we ook weer gedaan. Your augmentations and modifications allow you to remain active while submerged for a while. But you can still drown if you're not careful. Kom op. We hebben maar 12 seconden zo onder water blijven. Maar dat hebben we gewoon gecomplete, zullen zien. En ik vind deze game mode eigenlijk best wel leuk. Het is geen game mode, het is meer een oefenmodus. Maar als je dus nog niet goed bent in het controle van jouw. Om het controleren van jouw boostjump en zo, kan je het hier natuurlijk oefenen. Natuurlijk heel mooi gemaakt. Oh, ik moet wel op de wal blijven runnen, jongens, anders gaat het niet goed komen. Hoe lang duurt deze map, jongens? Holy shit. Let's go. Sliden. 1, 2, bam. Moeten we weer schieten? We mogen waarschijnlijk. Kijk, nu hebben we goed gedaan. Hier is de finish. Bam! 2 minuten 21 is onze tijd. We gaan nog één keer proberen en dan proberen we nog sneller te doen. Oké, dus restart koers. Let's go. We gaan nog één keer proberen sneller dan 2 minuten 21 en 3,50 of 3500ste te doen. Dus we gaan kijken of dat natuurlijk lukt. Ik heb al 100 seconden voorsprong, dus dat is mooi. Hier heb ik dus hier heel veel tijdverlies. Ik ga het niet halen zo. Als ik zo door ga ik het niet halen. Ik loop wel in op mezelf. Ah, nu ga ik het helemaal niet halen. Kak, ik heb het verneukt. Kijk maar, 1 seconde. Wat een lul ben ik zeg. Ik heb het nu al verneukt jongens. Kijk maar, 2, bijna 3 seconden wat ik al achterloop. Maar als ik nou die penalty niet haal, dan heb ik misschien nog kans. Ik denk niet hoor, maar... Ik heb het gewoon verneukt om niet te sliden daar zo. Het lukt niet echt. Ik loop wel weer om mezelf in. Dat is mooi natuurlijk. Dat is ook de bedoeling. Oké, nu moet ik niet die penalty krijgen, jongens. Nu niet die penalty krijg, kan het misschien wel goed gaan. Ja, laat maar. Ik schiet gewoon alles mis. Er zit al sowieso al 2 seconden op. Wat een oedlul ben ik, jongens. What the fuck. Ja, jij. Oh, hé, hey, wacht. Ik ben ingelopen. Kom op, moeten we hier onder water? Kom op. Weer naar boven. Oké, we hebben 300 seconden hebben we voorsprong. Kom op, voor blijven houden, jongens.
Misschien kunnen we dan vaste records neerzetten. Dat zou natuurlijk wel helemaal prachtig zijn. Oh shit. Nee, dit gaat niet goed, jongens. Ik sta weer achter. Let's go. Hier is de finish. Nee! Oh, kijk hoe weinig het scheelt. Het scheelt zo fucking weinig, jongens. Maar, mocht je nooit hebben van deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog. Ach, natuurlijk houd ik mij om. 95 likes, volgende week ongeveer 2e parcours. En dan gaan we kijken gewoon hoe ver we steeds kunnen komen. Dus jongens, super bedankt voor het kijken in deze video. En hopelijk zie ik ook bij de video om 6 uur. Dus vergeet niet te kijken. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Laters.